Ja, goedemiddag. Ik heb vandaag wel een leuke auto. Ik mag voor Sterrenrent een Volvo rijden. En wel de nieuwe V90. En hier staat hij. En ik zal hem zo jullie nog beter laten zien. Nou mensen, dat is hem dan. De V90, de nieuwe. Hij is zeker voor een huurauto vrij luxe aangekleed. Pilot assist, leren bekleding, noem het zo maar op. Het zit er allemaal op. Jammer genoeg een paar dingen niet. Een voorbeeld daarvan is toch... het goede geluidssysteem. En bijvoorbeeld een wat dikker uiterlijk. Er zit geen airdesign op, dat is toch wel jammer. Maar goed, hè? Op zich mogen we niet klagen. Volgens mij 18 inch wielen, standaard. 17. En dan ook van binnen. Zoals je kan zien, zit je hier gewoon heel goed. En alles elektrisch aangestuurd. Bijvoorbeeld ook een camera, dat zit er dan weer niet op. Maar het over het algemeen is het echt super netjes. En ik had hem al vaker gereden. Ja, dit dat is infotainment systeem ziet er gewoon heel goed uit. Het werkt ook echt fantastisch. Ja, ik ben hier wel tevreden over. Ik ken ook al genoeg mensen al die hem al hebben gekocht. En ik snap wel waarom. Want het is gewoon een hele lekkere auto. Kijk, het is een beetje zo van, ja, ga je nou BMW of ga je Volvo bijvoorbeeld? Dit is geen sportieve auto, dat moet je je bedenken. Absoluut niet. Het rijdt ook niet sportief, het rijdt heel relaxed. Echt, als jij de hele dag in de file moet staan, dan is dit de auto to have, want je hoeft eigenlijk bij vrij niks te doen. Voor de rest is het een typische Volvo. Ruimte, praktisch, maar aan de andere kant tegenwoordig ook wel goed ontworpen. En ook qua afwerking is dit gewoon weer helemaal top. Het is echt die 90-serie en nu ook de nieuwe XC60 en alles wat uitkomt, is echt heel hoogstaand. Ik zou zeggen dat het in veel gevallen gewoon beter is nog dan BMW of Mercedes of Audi. Niet altijd beter. Audi heeft ook zo zijn bepaalde dingen. Maar ik vind zeker het systeem hier zo. Dit systeem, ja, het werkt gewoon heel goed. Je hebt voor je gewoon een heel digitaal scherm. En het is ook een vrij standaard. Je krijgt dat hele touchscreen krijg je al standaard. Dus ja, dat weet je, daar is gewoon ook niet over te klagen. En ja, weet je, als je sportief wil, dan moet je hem niet halen. Maar voor de rest, echt hele nette auto. Ik snap wel... wat Volvo goed doet en wat ook maakt dat ze het zo goed doen tegenwoordig in de verkopen. En zeker ook hier in Nederland, want Volvo, ik moet niet vergeten, Nederland is echt een Volvo-land. Dus ja, ik ga hem zo meteen even afleveren. En dan zal ik de volgende dag weer verder gaan met deze vlog. Ja, nee, vandaag niet zo'n leuke auto. Namelijk een Hyundai i10. Ik heb het wel eens erg gehad, toen moest ik van Goes naar Groningen en met nog minder opties aan boord. Maar niet heel leuk vandaag. Wat ik wel ga doen, is even een auto reset zelf doen. Want we gaan het daar hebben over een aantal video's die ik ga maken voor auto reset. En ook over deze vlog, want auto reset was enthousiast en ze willen graag dat ik meer ga doen. Dus ik zal aan het eind jullie nog even informeren van wat er allemaal gaande was en hoe het allemaal is gegaan en zo. Maar dat is in ieder geval wel leuk. En dan hopelijk krijg ik komende tijd nog een keer leuke auto's te rijden. Want voor een Hyundai i10 ga ik geen vlog maken. Maar voor andere auto's wel. En dat vorige week ook, toen was het ook niet echt dat ik zei yes. Dus vandaar. Maar goed. Ja, goeiedag iedereen. Het is weer even geleden, dus ik denk dat het midden in een vlog komt. Maar ik zal na vandaag wel weer een vlog online plaatsen. En, uh, of na
auto. Want het is zo'n bekende auto dit. Ik ben namelijk met deze auto, nou ja, niet helemaal deze auto, maar wel met deze soort Volkswagen Passat op vakantie geweest. Dus ik ken deze auto echt vrijwel uit mijn hoofd. In dit geval zit er een aardig grote deuk in de deuropening. Of in de deur. Maar ja, hij gaat terug. Het is een einde lease auto. Moet er 180 kilometer mee rijden, geloof ik. En volgens mij is het wel eentje met een wat zwaardere motor als ik toen mee had. Want ik voel hem wel trekken als het nodig is. Hij is voor de rest ook wel aardig luxe aangekleed. Ook al zie je het niet. Geen leren bekleding. Maar wel stuurverwarming, stoelverwarming. Goed navigatiesysteem. Alles erop en eraan. En ja, hiermee moet ik terug naar Oosterhout. Vanuit het verre oosten Twente. Nou zou ik nog even terugkomen op Auto Reset. Ik ga inderdaad echt vloggen voor Auto Reset. Ik ga uitgebreid voor hun een beetje de dagen vastleggen. En dan kunnen jullie mij daarin volgen. Wat ik doe en hoe dat er precies gaat in op zo'n dag. En daarnaast zal ik ook wat instructiefilmpjes gaan maken voor Auto Reset zelf. Dus dat is wel cool. En ik ben er eigenlijk vrij vrij in, ook in wat ik doe. Dan ga ik wel wat meer werken de komende tijd. Dus dan is er ook weer genoeg tijd om te vloggen als er wat leuks is. Niet elke auto is even leuk. En ik heb de afgelopen tijd wel gewerkt, maar dan had ik vaak ICO's of dat soort dingen. Zelfs een keer bijna naar Charleroi gemoeten. En toen moest ik halfwege terug. Dus ook geen rit. Maar goed, daar kan je soms niks aan doen. Dat is dan maar zo. En ja, we gaan er het beste van maken. En ik hoop dat jullie er plezier van hebben van de vlog. En geniet nog even van de vorige auto's die ook in dit vlog stonden.